naast dat we de betekenis vanuit de weg te zeden, vanuit het Hebreeuwse gedachtegoed hebben bestudeerd en tot de conclusie zijn gekomen dat het alles te maken heeft met, simpel gezegd, met Gods geboden te onderhouden, is er nog een belangrijk onderdeel van het concept van de weg des Heren. Want dat zien we in de profetische gedeeltes naar voren komen. U bent misschien wel bekend met het opwekkingslied. De woestijn zal bloeien als een roos en dergelijke. En er komt ook wat anders voor. En het gaat over de weg des Heren. En dat komt meerdere keren voor in het boek Jesaja. En het is heel belangrijk voor de laatste dagen. En ik ga u 3 teksten voorlezen die dat omschrijven. Jesaja 35 vers 8. Daar zal zijn een effen baan, een weg. De heilige weg zal hij genoemd worden. Onreinen zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. Jesaja 40 vers 3 tot met 5. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden, wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien, wat de mond van de Heere heeft gesproken. En Jesaja 42 vers 16. En ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben. Ik zal hen doorgaan op de paden die zij niet gekend hebben. Lieve mensen, deze teksten spreken over een letterlijke weg in de woestijn. Misschien is u geleerd om deze teksten geestelijk te interpreteren. Maar ik neem u mee naar een citaat van een welbekend persoon. En dat is namelijk Isaac Newton. Bekend van de zwaartekracht. Isaac Newton heeft de laatste jaren van zijn leven gewijd aan het bestuderen van Bijbelse profetieën en de profetische boeken. En hij deed een uitspraak. Een profetie over de laatste dagen. En hij zei, in de laatste dagen zal er een lichaam van gelovigen opstaan. Omdat zij betrokken raken bij het profetische woord. En vasthouden of opnieuw vastgrijpen aan de letterlijke betekenis van profetische teksten in de Bijbel. Te midden van een hoop rumoer en tegenstand. En ik ben het volmondig met Isaac Newton eens. Het wordt tijd dat als wij de profetische teksten gaan lezen in onze eigen tijd, maar ook als het woord geopend wordt in samenkomsten. Dat we zullen zien op de letterlijke betekenis van profetieën. Als het niet kan, kunnen we uiteraard naar geestelijke toepassingen kijken. Maar zo'n tekst, die teksten die ik benoemd heb, zijn letterlijk. En zo dus letterlijk een verhoogde, gebaande weg zijn in de woestijn. Waar het volk van God over zou wandelen. En dat geeft houvast aan deze teksten. In een eerdere studie heb ik u meegenomen ook een klein stukje in de grote exodus die zal plaatsvinden vanuit in de laatste dagen als de Messias terugkomt. En daar spelen deze teksten ook een rol bij. In de laatste dagen als de Messias terugkomt, zullen de verdrevenen, de ballingen over de ganse aarde verzameld worden. En die zullen over die gebaande weg lopen. Hoe die precies loopt van stad naar stad, ik durf niet te zeggen. Wat ik wel durf te zeggen is dat het specifiek gaat om een gebaande weg in de woestijn tussen Egypte en Israël. En ik wil jullie ook een stukje huiswerk meegeven. Om een aantal gedeeltes, Bijbelgedeeltes, te bestuderen voor uzelf die te maken hebben met de wederkomst en een letterlijke manifestatie van God op aarde en wat hij dan gaat doen.
Allereerst Deuteronomium hoofdstuk 33. De zegen van Mozes. Richteren 5. Het lied van Deborah. Psalm 68. Dat is eigenlijk de grote optochtpsalm. De teksten die ik zojuist heb gelezen. Jesaja 35, 40 en 42. En ook Jesaja 63. Het gebed van Habakkuk in Habakkuk 3. Twee profetieën van Zacharia in hoofdstuk 9 en 14. En de buitenbijbelse profetie van Henoch. Uit het eerste boek van Henoch, het eerste hoofdstuk. Want daar vindt u aanknopingspunten over hoe de letterlijke wederkomst gaat plaatsvinden. Dus ik zou jullie willen meegeven, als u dat fijn vindt, om deze teksten te lezen in het licht van de wederkomst. En tegelijkertijd, als u andere gedeeltes leest in de profetische teksten, om vast te houden aan de letterlijke betekenis. Omdat het u tot zegen zal zijn. Amen.